Welkom bij Flowscast, de podcast van online nieuwsplatform Flows. In deze aflevering praat Julie de Smit met fotograaf en auteur Christian Klauwers. Welkom iedereen in deze nieuwe aflevering van Flowscast. Wij verwelkomen vandaag Christian Klauwers in onze studio. Christian is een gerenommeerd fotograaf uit Antwerpen. Hij was ook een van de eregasten op het wereldcongres van de internationale expediteursvereniging FIATA, dat plaatsvond in Brussel in oktober 2023. Daar gaf hij een lezing aan de hand van zijn foto's over de effecten van de klimaatopwarming. Christian, welkom. Dank je. Ja, hoe doe je dat eigenlijk, hè? Als beeldverteller een verhaal vertellen? En wat was vooral de gelegenheid dat de internationale expediteursvereniging FIATA jou daar absoluut bij wou, dat congres? Wel, eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging. Als fotograaf geloof ik enorm in de kracht van beeld. Beeld heeft eigenlijk als eigenschap dat het taal overstijgt. Het is een universele taal. Een beeld liegt ook niet. Tenminste, ik ben een documentaire fotograaf, dus wat ik fotografeer is wat mijn oog ook echt letterlijk opvangt en dus ook mijn camera. En ik gebruik het eigenlijk als een instrument. Een instrument om politiek, beleid, maar ook de industrie, bedrijven en ook wetenschappelijke instellingen eigenlijk die kloof daartussen te verkleinen. Heel belangrijk. Dus ik bouw bruggen door middel van beeld, de storytelling die de beelden op zich eigenlijk dragen, maar ook het verhaal achter elk beeld is heel belangrijk. En ik heb op FIATA inderdaad een heel mooie presentatie mogen geven, een keynote. En daar heb ik gekozen voor een heel algemene presentatie. Dus ik ben eigenlijk altijd bezig met water, oceanen en poolgebieden. En vooral met de relatie tussen mens en natuur. En dus ook het conflict daartussen en ook impact. En dan komen we ook bij het klimaat. Dan komen we ook bij biodiversiteit. Dan komen we bij eigenlijk de uitdagingen naar de industrie toe. In de transportsector en logistiek enzovoort. Ja. En eigenlijk draag ik daar wel een boodschap, hoewel ik absoluut geen activist of zo ben. Ik toon eigenlijk de pure en mooie en onaangetaste plekken op onze planeet. Ik toon ook wat er gaande is op bepaalde eilanden. Dus, ja. En wat heb je daar vooral gezien? Waar? Specifiek? Ja, waar? Want je hebt echt de wereld rondgereisd, hè? Ja, dat klopt. Ik ben hier al 10 jaar mee bezig. Het is een echte missie die ik draag. Dus ik specialiseer mij eigenlijk echt op wetenschap, marine wetenschap. Maar ook dus het conflict eigenlijk vatten, echt letterlijk vatten in beelden. Dus het conflict tussen mens en natuur dat ontstaat naar biodiversiteit toe. Dus ik heb dat project rondgemaakt naar bijvoorbeeld stijgende zeeniveau in de atollen en eilandstaten in de Stille Oceaan enzovoort. Dus ik breng dat in beeld en ik breng dat eigenlijk naar de politieke sfeer, ook naar de industrie en ook terug naar wetenschappelijke sferen. En hoe werd jouw verhaal ontvangen bij het publiek? Als je zag de bezoekers van het congres, het zijn allemaal mensen die actief zijn in de logistieke sector, de maritieme sector. Gingen daar nog ogen open of was het toch wel intussen al een bekende zaak natuurlijk? Hè? Ja, absoluut. Het werd zeer goed ontvangen, moet ik zeggen. Het is zo dat ik een connotatie heb van een inspirerende storyteller. Dat is ook echt wat ik doe. Hè. Dus ik toon eigenlijk zaken per beeld. Ik ben een beeldverteller, dus mensen zien beelden en horen dan het verhaal achter het beeld, ter ondersteuning van het beeld en ook context. En ook het geloof. Hè. Of het is eigenlijk geen geloof, het is een feit. Hè. Dus de relatie tussen mens en natuur is iets eigenlijk waar ik altijd op verder doordenk. En eigenlijk ook echt projecten diepgaand op uitwerken. Dus met name vooral indigenous people, hè, dus Sami, Inuit in het Arktische gebied, maar ook inheemse volkeren op eilanden enzovoort, die hebben een andere relatie ten aanzien van de natuur dan wij in de moderne wereld. En ik denk dat daar ook een deel ligt van de oplossing in termen van kennis en wijsheid die verloren is gegaan, maar ook inspiratie. En ook gewoon een levensbeschouwing eigenlijk. Hè. Dus een wereldbeeld, een mensbeeld, dat ik hoop dat ik daar ook iets inspirerend kan overbrengen met mijn boeken, mijn expos en mijn presentaties. Dit gaat nu over echt een cultuur, omdat je spreekt over volkstammen. Dat zijn inderdaad. Wat zijn, als je bijvoorbeeld ook foto's liet zien van de stijgende zeespiegel,
Zag je ook dat de mensen naar huis zijn gegaan met een boodschap waar dat ze ook effectief iets mee konden doen? Zag je dat er mensen misschien of nadien jou ook aanspraken van oké, je hebt me echt geïnspireerd, ik ga dit of dat ondernemen? Kwam daar ook iets proactief uit voort? Ik heb bijna altijd wel enthousiastelingen of enthousiaste reacties. Alleen kan ik dat natuurlijk niet meten. Hè. Ik kan het wel weten dat mensen enthousiast zijn, maar ik kan niet weten of meten liever wat dat ze effectief veranderen in hun leven. Maar dat is aan één ieder eigenlijk. Ik geloof als men kennis heeft en die zaken ook ziet, en dat daar zeker een soort catharsis is, dat er iets blijft hangen, een emotie teweeg wordt gebracht waarbij dat die mensen effectief een getuigenis hebben gezien, hè, letterlijk, want ik toon beeld en ook gehoord natuurlijk. En dat zij hopelijk ook met die kennis mee aan de verandering kunnen werken natuurlijk. Een aantal van die beelden, die staan ook in jouw nieuwe boek. Dat klopt. Ja. Genaamd Awareness. Je hebt dat boek ook voorgesteld, nog vrij recent, in het provinciehuis in Antwerpen. Kan je daar wat meer over vertellen? Zeker. Dus Awareness is een groot koffietafelboek. Het is een gelimiteerd boek. Ik heb het zelf uitgebracht. Ik heb 500 edities. Ik heb een presidentieel voorwoord. President van de eilandstaat Kiribati. Kiribati wordt dat geschreven. Dat is een van die atolstaten die het mogelijk het einde van de eeuw niet halen. We hebben als hoogste punt 3 meter op Tarawa. Het tweede voorwoord is aan Peter Thompson, de UN Secretary General Special Envoy for the Ocean. Dus de man die door Gutierrez eigenlijk werd aangesteld voor het oceaanbeleid. Mm-hmm. En het derde voorwoord is onze Belg Hans Bruinings, die een volledig mandaat, 2 mandaten eigenlijk op rij, het Europees Milieuagentschap heeft mogen leiden. En dit jaar heb ik dat boek, ik heb het dus net geïntroduceerd, net voorgesteld. Cathy Berks in het provinciehuis, onze gouverneur in Antwerpen, heeft het voorgesteld, samen met Hans Bruinings en ook Jean-Pascal van Ypperselen. Ja. Onze klimaatwetenschapper, die ook vice chair was van het IPCC, die dan de rapporten opmaken ook. Ja. Ter ondersteuning van eigenlijk beleid. In het boek staan er ook foto's gepubliceerd van de Belgica, het onderzoeksschip. Klopt dat? Dat klopt. Ja, ik ben dus, hoe ben je daarbij terechtgekomen eigenlijk om dat schip te gaan fotograferen? Wel, dus een heel belangrijke tak eigenlijk van mijn bezigheden en van wat ik doe, is echt het in beeld brengen van marine wetenschap. Wetenschap is het grootste deel van de oplossing. Ik geloof heel erg in wetenschap. Ook het kunnen begrijpen van onze oceaan is essentieel om effectief ook de verandering, zeg maar, de impact in kaart en beeld te brengen. Maar ook naar een oplossing toe. Dus ik vind het heel belangrijk dat ik dus wetenschap ook communiceer, het belang van wetenschap, ook hoe dat wetenschap gebeurt, dus de instrumenten, methodes, ook het gezicht letterlijk bijna van wetenschappers. Mm-hmm. En dus op de Belgica ben ik geraakt op COP 25, dus ik heb nu mijn 4e COP gedaan, de klimaatconferentie in Dubai. Dat was COP 28, maar 25 was mijn eerste in Madrid, 2019. En daar heb ik een topwetenschapper ontmoet die mij sprak over de Talpro 22-expeditie. Wat een Europese expeditie is met een beurs, hoe moet ik het zeggen, vanuit de Europese Commissie. Ja. Waarbij dus allemaal wetenschappelijke instituties van de Europese Unie daarbij topwetenschappers aan boord van de Belgica zaten gedurende 2 weken in de Middellandse Zee. En die heb ik dus volledig in beeld gebracht en ook eigenlijk gefocust op het schip. Want het is een schip waar wij Belgen echt wel fier op mogen zijn. Mm-hmm. Het is ook een manier om ons internationaal op de kaart te zetten naar wetenschap toe, zoals ons Zuidpoolstation, Prinses Elisabeth Station. En men heeft mij, opgevangen in Brussel. En men heeft dat te weten gekomen, gezien op social media, vermoed ik. En dan heeft men mij uitgenodigd en dan heb ik een contract voorgesteld. En nu heb ik een vaste samenwerking met Belspo. Tijdelijke samenwerking om dus die beeldcommunicatie op de Belgica ook verder te doen volgend jaar. Dus je hebt 2 weken met de crew daar samengeleefd. Ja. Hoe heb je dat ervaren? Dat was dan eigenlijk een combinatie van een wetenschappelijk en ook een menselijk verhaal. Absoluut. Het is altijd een mens achter die wetenschap. Hè. Dus voorlopig toch nog met de AI-wereld. Maar dat is een boeiende ervaring. En was je dan ook niet, sorry dat ik je onderbrak, maar stoor je dan ook niet? Of ga je eigenlijk op
tussen die mensen? Nee, je loopt daar twee weken rond met je fototoestel. Dat is een heel goede vraag. In mijn professionele activiteit is het heel belangrijk dat ik integreer. Hè. Dus als ik op een eiland in de Stille Oceaan kom, waar dat men echt niet gewoon is om een blanke westerling te zien, dan is het een zeg maar culturele barrière, maar... Ik denk dat ik daar heel goed in ben om gewoon menselijk te zijn, met respect en vooral non-verbale communicatie te voeren. Want heel veel mensen in de wereld spreken nog altijd geen Engels. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. En om op een vraag te antwoorden met die wetenschappers aan boord is dat een beetje hetzelfde. Dus ik ben daar, maar eigenlijk ben ik daar niet. En dat zeg ik ook tegen hen. En ik zorg dat ik nooit stoor. Dus ik ben zeg maar een vlieg of zo die daar is met zijn camera, die dus van alle hoeken alles in beeld brengt zonder die wetenschappers echt te storen. Dus ik kom nooit tussen iets, een handeling waar ze mee bezig zijn of zo. Ja. En dat is heel belangrijk in mijn job eigenlijk. Hè. Ook met respect voor hun werk. En het leuke is dat zij ook mij respecteren en vooral een soort erkenning voelen. Dus ik heb dat meermaals gehoord, dat wetenschappers heel blij zijn dat er een fotograaf is. Ja. Zoals ik, die eigenlijk verder gaat dan gewoon beelden maken. Want ik heb echt die missie om dat ook aan de wereld te verkondigen. Van wat gebeurt daar en hoe doen wij mensen aan marine wetenschap. Ja. Anno 2022, want dat was dan vorig jaar. Ik heb trouwens dat project, die foto's met heel die context en uitleg, in het Arktisch Wereldarchief binnengebracht op Spitsbergen. Wow, diep in een steenkoolmijn. Diep in een steenkoolmijn heeft men daar een soort container staan. In de permafrost, om dat eigenlijk te bewaren. Dus menselijke kennis en data enzovoort. En dus ook mijn foto's, analoog. Het wordt eigenlijk digitaal op een analoge drager binnengebracht. En dat is dus met bepaalde ISO-standaarden en normen kan dat 4000 jaar meegaan. Ongelooflijk. En dus het doel daarvan is dat men in de toekomst kan zien hoe dat op ons Belgisch schip aan marine wetenschap werd gedaan, wat dat men daar deed, op welke manier en waarom. De geschiedenis blijft nog even bewaard. Voilà. Ja. Wat ik mij ook afvraag is, je bent dan aan boord van de Belgica. Heb je dan ook de smaak te pakken gekregen om nog meer van de scheepvaart in beeld te brengen? Absoluut. Dus scheepvaart is sowieso van kinds af aan alles met water. Als ik op zee zit, ben ik het meest gelukkig. Ik ben ook een zeiler. Ik heb 4 maanden gezeild in de Pacific met 3. Dus om bepaalde eilanden ook te bereiken. Ik heb daar eilanden bereikt, vooral in Vanuatu, waar men echt even hard opkeek als wij. Ja. Waar dat vrouwen nog dus half gekleed zijn. Ja. Echt heel tribale culturen. Maar ook bijvoorbeeld de haven van Antwerpen vind ik even fascinerend. Hè. Dus heel het havengebeuren boeit me sowieso. Zou je daar misschien ook nog een reeks over kunnen maken? Ja, over en de havenwereld? Dat is allemaal aan het broeden. Dat gaat, dat komt op zijn tijd. Hè. Dus ik kan er nog niet te veel van lossen, maar ook dat komt nog. We mogen nog dus, wel iets verwachten. Ja, zeker en vast. Okay. Ja. Wat mij ook doorheen het gesprek opvalt, is dat jij niet alleen een man bent van de wereld. Hè. Je hebt al heel veel verschillende plaatsen bezocht, maar dat je ook een gigantisch netwerk hebt. Hè. Je komt ook nog net van COP28 in Dubai. Je kent best wel wat diplomaten, politici en zo verder. Hoe ben je daar ingerold? Hoe heb je zo'n groot netwerk als fotograaf kunnen opbouwen? Wel, netwerk is cruciaal en is ook centraal in al wat ik doe en al wat ik tot hiertoe heb gedaan. En ik ben echt letterlijk van niets begonnen. Het begon allemaal eigenlijk in 2014, of 13 moet ik eigenlijk zeggen, op Spitsbergen. Toen zag ik die Global Seed Vault. Dat is een andere constructie waar men alle zaden van voedselgewassen in een berg onderbrengt. Hè. Dus 130 meter diep in die berg hebben ze een tunnel gegraven. Op een eilandje is dat? Spitsbergen is dat. Dat is het Arctische peninsula, dus eilandengroep, de soevereiniteit hoort bij Noorwegen. Ja, maar er is een bepaald verdrag rond enzovoort. Maar dat is eigenlijk echt het begin geweest en daar rond heb ik verder blijven werken. Ik zag dat conflict tussen mens en natuur, dat is het uitgangspunt in al mijn fotografieprojecten. En dus netwerk is cruciaal en centraal. Waarom? Ja, ik zit tussen wetenschap, tussen beleid, tussen industrie. Dat is eigenlijk alles. Hè. Dat is wat de maatschappij eigenlijk helemaal opbouwt. In grote lijnen. En ik vind het heel belangrijk in die 3 sferen om daar een heel stevig netwerk verder uit te bouwen. Want hoe kan ik anders die bruggen bouwen? Mm-hmm. Hoe kan ik anders zorgen dat die dichter bij elkaar komen? Ik zie gewoon, wat is jouw doel als fotograaf? Bruggen bouwen tussen sectoren? Mijn doel is vooral awareness creëren eigenlijk. Hè? Dus echt een
Wat is mijn doel? Mijn doel is vooral het overbruggen, inderdaad, tussen die verschillende sferen, die elk hun taal spreken, zeg maar, elk hun methodes hebben en hun manier van werken en opvattingen. En eigenlijk gewoon sensibiliseren, het tonen van die kwetsbaarheid van onze planeet. Ik ben inderdaad gefascineerd, bijna obsessief, door zeer, afgelegen eilanden, zeer extreme eilanden, onbewoonde eilanden. Ik ben met de Franse overheid naar de Tegostralie Antarctiek gegaan, in de Zuid-Indische Oceaan, dat zijn subantarctische eilanden. Ik heb Peter One Island, mensen kennen dat niet, dat zijn heel gekke eilanden, waar dat telkens ook een heel interessante, boeiende geschiedenis aan vasthangt. Van ontdekking tot invasieve soorten, tot schipbreukelingen, tot noem maar op, schatkisten die begraven werden op Tristan da Cunha enzovoort. Dus elk eiland is een wereldje op zich, heeft een hele evolutie, diersoorten gaan daar op een andere manier evolueren. Als je daar dieper op ingaat, ja, dat is gewoon zeer inspirerend. En een van mijn doelen zie ik echt om die plekken in beeld te brengen, om te tonen, kijk, dit is ook onze planeet. Dat is een deel van waar dat wij ook een deel van uitmaken. En vooral ook die boodschap van wij zijn daar een onderdeel van, want de mens ziet zich echt als de top van de piramide. Klopt. En wij zien de aarde te veel als, we kunnen hier nemen wat dat we willen, want wij zijn toch de mens. Maar we zijn een beetje die draad kwijt en vooral dat inzicht dat wij in een context leven waar dat alles samenhangend is en waar dat er ook altijd een evolutie plaatsvindt die niet altijd ten gunste van ons kan uitdraaien op de manier waarop we nu bezig zijn. Dus. Mooie boodschap. Ja. Misschien ook mijn laatste vraag. Hoe zou je jezelf als fotograaf omschrijven? Wat is jouw handtekening, zeg maar? Hoe kan je een foto van Christian Clauwers herkennen? Ik ga dat gewoon persoonlijk houden en niet commercieel of zo. Hè. Dus ik vind dat ik zelf een heel nieuwsgierig persoon ben. Als u naar mijn website gaat, mijnachternaam.com, dan is het eerste wat je ziet, is eigenlijk de slagzin van mijn leven. Hè. Dus als je curieus bent, ja, dan wachten er mooie momenten. Hè. Dus ik zeg het niet in het Engels, zodanig dat mensen dat echt eens opzoeken. Maar dat is eigenlijk echt zo'n beetje van kinds af aan, wat we gewoon ontdekken. Hè. Dus ik vind ook inderdaad dat ik heel avontuurlijk ben. Ik wil altijd eigenlijk die plekken zien, aanschouwen, maar dus ook meenemen. In die zin dat ik daar beelden van wil maken om te tonen van kijk, dit is er echt nog. En dus plekken die gewoon bijna niet ontdekt zijn, is gewoon een grote fascinatie, ook van kinds af aan. En daar heb ik een hele missie rond gedaan, omdat ik echt iets wil bijdragen in mijn leven. Ja, dus ik heb hier op de Antwerp Management School heb ik Global Management gedaan als tweede master. En daar heb ik van die assessments, professional career assessments gedaan. Ik heb er 2 of 3 gedaan. En die kwamen altijd op hetzelfde uit. Zelfstandig zijn, creativiteit. Ik ben altijd een creatief persoon geweest, maar ook die ethische bijdrage. Ja. En dat zie ik niet als een aandeelhouder rijk maken, maar echt iets proberen te geven aan de wereld en een inzicht eigenlijk mee te delen. En dat doe ik door middel van beeld. Awareness, bewustzijn, waar moet een mens zich vandaag zich het meest bewust van zijn, volgens jou? Tipping points. De onomkeerbare situaties van impact. Hè. Hoe moet ik het beter vertalen dan dat? Dus onomkeerbaar wil zeggen, het gaat niet meer. Hè. Je kunt het echt niet meer omkeren. Dus zo ook met... Schade is bericht. Voilà. En ik denk dat het 1 na 12 is, maar ik wil echt een verhaal geven van hoop. Dat probeer ik echt te doen, ook tijdens mijn lezingen, hoewel ik soms heel impactvolle beelden toon van eilanden die onder water lopen en muren die de mensen daar bouwen, soms met dode koraalstenen en zo. Dus uitstel van executie is dat dan eigenlijk. Dus dat is niet altijd een positief verhaal, maar ik probeer altijd een positieve boodschap te brengen. En dus ik ben ook van nature een optimist. Ik vind het heel belangrijk dat mensen inzien dat het is eigenlijk nooit te laat. En als het te laat is, we zijn al heel laat. Hè. Ieder kan echt wel een bijdrage leveren om zoveel mogelijk in te perken en zo goed mogelijk om te gaan met de verandering ook, als we het dan over klimaat hebben die ons te wachten staat. Dus. Waar kunnen de mensen jouw boek ook vinden, Awareness? Het beste is via de website. Oké, dan raad ik onze kijkers en luisteraars zeker aan om eens een kijkje te gaan nemen op Christian zijn website. En dan bedank ik jou voor jouw komst. U ook, dank u wel. Een zeer interessante babbel, dank je. U luisterde naar Flowscast, de podcast van online nieuwsplatform Flows. Deze aflevering kan u herbekijken op YouTube,
herbeluisteren op Spotify of herlezen op flows.be.